Nou, dan ga ik toch lekker niet op handbal, zegt Willy Petis, die alweer grappen maakt en humor gebruikt als wapen tegen het verdriet. Op 1 december vallen zijn honden Max en Faith hem aan. Met zijn dronken kop heeft hij thuis de glasplaat van de tafel gebroken. De honden schrikken. Max pakte me eerst in deze arm. Terwijl je nog zat? Ja, terwijl ik zeg maar op wou staan. En toen pakte hij me, zeg maar. En toen was het meer vallen en opstaan. En het was heel hectisch. Maar ik werd naar buiten toe gesleurd. En er was stapsgewijs, ja, slepend over de grond, zeg maar. En toen... Je bent in shock gegaan, hè? Sorry? Je bent in shock gegaan, hè? Ja, toen ik buiten was, toen was de pijn zo groot dat ik in shock ben geraakt, ja. Hij wordt gered door een buurman. En het gebeurt wel vaker dat mensen door hun eigen honden worden aangevallen. Deze man komt er nog redelijk goed vanaf, omdat de politieman er is. Maar bij Willy gaat het dus mis. Er was niks meer over. Er hing nog een stuk bot met de hand eraan. En Willy had beter kunnen weten. Max, ook een pitbullachtig als deze hond, had zich wel eens vergrepen aan een chihuahua. De VVD wil graag een soort register van dit soort bijtincidenten. Nu worden mensen die aangifte komen doen nog vaak weggestuurd. Nou, op het moment dat die incidenten zo ernstig zijn en er zoveel mensen gebeten worden en de incidenten ook zo erg zijn, zoals bijvoorbeeld met Willy wat plaats heeft gevonden, ja, dan moet je op een gegeven moment ook de afweging maken hoe veilig is zo'n hond nog. En zou je kunnen denken over een fokverbod. Want een pitbullachtige, hoe lief ook op het eerste oog, heeft nu eenmaal de genetische neiging om te gaan vechten en aan te vallen. En de asiel zit er chockvol met dit soort honden. We zien steeds meer van deze honden binnenkomen. Het is een beetje een modetrend. Dus je ziet dat mensen het wel stoer vinden, zo'n hond aan hun zijde. Dat is één kant van het verhaal. De andere kant is ook dat het... er wordt gefokt, wild gefokt. En dat resulteert niet altijd in hele goede resultaten. Voor Willy komt het allemaal te laat. Wat hem pijn doet zijn de verhalen over het feit dat zijn vriendin de hond op hem zou hebben afgestuurd. Ik heb zoiets van, dan gaat ze niet zelf gewond raken of proberen tussen te springen. Als dat zij ook nog eens keer gebeten wordt. Spijt heeft hij wel. Ja, ik zeg heel eerlijk, ik leidde een beetje een verkeerd leven. Ook omdat ik wou graag naar Gelderland en mijn vriendin wou graag naar Gelderland. En na dat ongeluk, zeg maar, mijn motorongeluk, toen ben ik een beetje te veel gaan drinken en deed mijn vriendin veel verdriet en mijn kinderen veel verdriet en familie. En dat zit me gewoon ook. Ja. Willy pikt de draad weer op en hoopt snel op een plek in een revalidatiecentrum in Nijmegen. Ja.